Henk Wisman, ik vond het vandaag onnodig spannend. Ben je het met me eens? Ja, ik ben het niet vaak met je eens, maar deze keer wel. En dat heeft vooral te maken met de start. Die was gewoon bijzonder goed. Alleen ontbrak het aan de afwerking. Ik denk dat we in het eerste kwartier 3-4 echt grote kansen hebben gehad. Die laten we leggen. En dan domineer je in de eerste helft. En dan speel je beter en je maakt 1-0. En dan ga je de tweede helft in. En dan ontstaat er na een kwartier in die tweede helft een fase waarin we te makkelijk achteruit lopen, te weinig doordekken en te weinig afsluiten van de goal, te makkelijk cornerballen weggegeven. Ja, dan roep je min of meer het onheil over jezelf af. En ze hebben niet veel kansen gehad. Ik denk dat ze twee kansen hebben gehad. En dan weet je dat hij een keertje verkeerd hoeft te vallen voordat hij erin gaat. En dat gebeurt en dan prompt. En dan moet je in 10 minuten, een kwartier tijd, moet je de zaak nog zien te repareren. En met de wissels die we gebracht hebben, hebben we toch nieuwe energie kunnen brengen. En ook de overwinning alsnog af kunnen dwingen. Ja, dat is de gelukkige hand van wissel, heet dat dan. Maar goed, ik kan me voorstellen dat je denkt, van, joh, dat kan altijd gebeuren. Maar had dat ook alles te maken met de energie die ook je ploeg afgelopen dinsdag in de bekerwedstrijd heeft moeten spelen en moeten laten zien? Ja, ik denk dat dat wel een rol heeft gespeeld. Want je ziet dat we daar in de eerste helft geen moeite mee hebben. Maar in de loop van de tweede helft zie je toch dat er een aantal zijn die onnauwkeurig worden in de passing, die vermoeid gaan ogen. En dan weet je dat je in moet gaan grijpen. En dat hebben we dan ook gedaan. En dan is het geluk wat je dan de kans hebt geboden. Dat je die goal gaat maken. En ja, maar kan schiet die vrije trap binnen. Dat is natuurlijk een kwaliteit van hem. Dat kan hij, dat weten we. En dat heeft hij ook prima gedaan. En Otterlo maakte een goed moment 1-2 en scoort de 3-1 in de laatste minuut. Dus ja, dan is het klaar en dan heb je alsnog kunnen brengen dat wat je graag wil. De wissels brachten uiteindelijk het positieve verschil voor jou. Je collega wisselde in de rust, 3 man. Dat kan ik me voorstellen dat het met name in de beginfase van de tweede helft even wat onduidelijkheid opgeeft van ja, hoe gaan ze het vandaag in de tweede helft oppakken? Nee, dat leverde helemaal geen onduidelijkheid op. Want het was eigenlijk een spits voor een spits, een middenvelder voor een middenvelder. Dus alles bleef eigenlijk hetzelfde. Alleen in de loop van de tweede helft ging middenvelder wat dieper spelen. Speelden ze bijna met 4 spitsen. Dat was het enige verschil, dus daar zat het er niet in. Je had over spitsen. Hun spits was vandaag in Italië bij de bruiloft van zijn zus, Floris van der Linden. Een mooi meevallen voor je ploeg. Ja. Bij ons ontbraken er ook een paar. Ik vind het altijd niet relevant wie er wel of niet bij zijn. Zeker niet bij een tegenstander. Goed, even nog terugkomend op afgelopen week. De overwinning op Quick Boys, die smaakte natuurlijk heerlijk. En als gevolg daarvan zit je vanavond in de bekerloting. Zit je dan met klamme handjes te kijken of maakt het je allemaal niet uit? Nee, je hoopt natuurlijk op een tegenstander waarbij je een reële kans hebt om de volgende ronde te halen. En dus wat mij betreft hoeft het nog geen BVO te zijn. En als je 50% kans maakt om de volgende ronde te halen, ja, dan moeten we daarvoor gaan. En tref je wel een BVO, zal je er ook voor moeten gaan. Maar dan is de kans gewoon aanzienlijk minder dat je een ronde verder komt. En wellicht gewoon een thuiswedstrijd. Dat zou heel fijn zijn. Want we hebben thuis tot op heden nog niet verloren. Dus dat zou heel prettig zijn.